zeg maar zo positief ook. Net het bericht dat in Hilversum wordt geteisterd door een hangjeugd, een criminele groepering. Een aantal jochies tussen de 15 en 20 jaar in de hele buurt, een wijk in Hilversum, terroriseren. Stenen eruit heen, vernielingen, vandalisme, brandstichtingen. Ja, we mogen hier niet, niet te veel benadrukken, maar dat zijn weer allochtoonse jongeren. Van diverse afkomsten. Maar je wordt hier natuurlijk wel een beetje moe van. Als je net in die wijk woont, de politie weet wie die gasten zijn. Maar ja, overhangen camera's, overzien ze dat er vernielingen plaatsvinden en van alles wat gewoon niet door de beugel kan. Maar het einde is toch niet zoek, want tot nu toe, een gemeente, politie, kan er weinig tegen doen. Dus je zal er maar wonen, om de hoek, of een bedrijf hebben. Dus voorlopig is het nog niet afgelopen, de terreur. Waarom niet? En ook dat is natuurlijk een gedwongen feit. Je moet wel bewijs hebben, een hele daad hebben. En dat is de wet. En dus wat dat betreft is het heel lullig, maar het is wel een logisch verhaal. Er moet natuurlijk een bewijs zijn. En daarom wordt er hard aan gewerkt om die jongens in kraag te kunnen vatten. Er zijn ook al een aantal keren een aantal gastjes opgepakt. Maar dat neemt niet echt dat, dat de treur gewoon doorgaat en, met alle gevolgen van die. Ik ben een beetje spuugzat, maar wat kan ik er dan doen? Ik kan er weinig aan doen. Ik kan alleen maar tips geven hoe je pand kan, of je huis kan beveiligen. Dat is natuurlijk mijn vak als registerbeveiligingsadviseur en mijn meer dan 30 jaar ervaring. Dus heb je me nodig, ik kan me altijd bellen. Maar nogmaals, dit was het nieuws van vandaag over de terreur. Groep in Hilversum in de wijk. Dus ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen.